vind het gewoon raar wat er allemaal gebeurt nu. Nu Rusland Oekraïne binnen is gevallen, houdt de wereld zijn adem in. De term derde wereldoorlog komt vaak te sprake, maar wat vrezen de Enschedeërs? Daarom de stelling van de week, ik ben bang voor een derde wereldoorlog. Nee, is een beetje overdreven. Ja. Die is er al. Nee. Ben je er niet bang voor? Nou, ik denk wel dat het goed dat... komt. Ja, ik ben bang. Niet per se bang, maar wel van, oké. Spannend. Ik ben er zelf ook niet heel erg bang voor. Nee, ik ben er niet bang voor. Nee. Nee? Ik ga naar mijn eigen land. Vertel. Ja, ik vind het gewoon raar wat er allemaal gebeurt nu. Ik hoop dat het maar niet hier komt. Stel, moeten allemaal militairen en alle vrouwen. Daar ben ik bang voor. Bang dat het in Nederland gebeurt. Ja. Gewoon dat wij opeens een eigen leger moeten starten. Ja, is toch ver weg? Ja, nou ja, ik bedoel, met deze generatie denk ik niet dat we echt heel ver komen. Nee, ik ben niet bang voor oorlog hier. Ik ben niet bang dat de bommen hier gaan vallen. Het is in Oekraïne. Als het niet iedereen ermee gaat bemoeien, blijft het ook wel daar, denk ik. Omdat wij een van de wereldrijken zijn. Ik denk als dat zou gebeuren, dan zou dat misschien ook wel het einde van de wereld kunnen gaan. Want natuurlijk met nucleaire arsenalen die alle landen hebben. Nee, het is als Rusland zo doorgaat, er is genoeg mensen, landen die hem tegen kunnen houden. Dus. Als je zo hoog op bent, en natuurlijk moet je wel een beetje intelligent zijn om een landleider te zijn. Ik denk dat we niet zo ver zouden gaan. Nou, ik had op TikTok gezien dat de dochter van Poetin, die heeft met een Nederlander. Dus ik denk, nou... Dan zal hij ons wel denk ik niet echt wat aandoen.